Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag een vroegetje, het is 6:15. Ik zit nu net in de auto. Ik ga naar Fantasialand met Mireille, dus daar heb ik echt super veel zin in. Kunnen we weer een cameraatje testen. Kunnen we daarna weer een nieuw editprogramma testen. Dat was even drama met degene van Blijdorp. Maar goed, we komen er wel. Maar goed, ik ga snel gas geven, anders ben ik te laat. Tot zo! Nou, we gaan eens kijken. Het is volgens mij een vrij drukke dag vandaag. Ik denk het wel, aan de parkeertijd te zien zeker. Ja, het is Vrolijgnaam, dus Duits feestdag, voor die dat niet weten. Ja, we gaan wel zien hoe de dag loopt, maar we gaan eerst op zoek naar de eerste attractie. En daarna misschien eens koffie. Ja, ga ik goed doen. Ja. Zeker. Gaan we doen. Dank je. Altijd een goed idee. Ze hebben ook kinderdoekjes bij je. Oh, ja. Daar is een tafeltje, Mireille. Daar. Nou, moet je zien, hè? Dit is mijn hand en dan heb ik niet per se hele kleine handen. Het is dat ik hem niet voor mijn hoofd kan houden. Onze toerist van vandaag. Met Fly. Wauw. Ja, hè? Je hebt zo jammer dat je niet mag filmen, maar ja, je kan niet alles hebben. Je moet alles afstaan hier, dus... Maar hij is wel echt heel tof. Hij is heel gaaf. Zeker het laatste stukje, tweede versnelling, dan word je echt met je rug helemaal zo... In de rugleving gedrukt. En die is aan de bovenkant af, dus... Maar goed, wij gaan eens op naar de volgende topattractie. Als je van Berlijn naar Afrika gaat, moet je gewoon je paspoort laten controleren. Jouw koffers? Nee, ik heb geen koffer mee. Ah. Handbagage, hè? Handbagage, ja. Hé, kijk! Nog één! Die vind ik wel leuk. Oh, krijg je gewoon kusjes! Van de draak! Maar goed, Afrika. De muziek is gelijk veranderd. Wat is dit? Hier, ananas, er staat maar $1 hier. Het is eindelijk tijd voor de Siapas, want het weer is best oké eigenlijk.
goed, ik heb vandaag nieuwe schoentjes aan. Het is perfect om in te lopen natuurlijk. Dus ik ga eens even een schoenwisseltje doen. Nu zijn we er klaar voor. Jij hebt ook oude schoentjes aan. Ja. Nou, hopen dat we niet zeiknat worden. En als het wel zo is, dan... Zijn we voorbereid. Dan hebben we geen natte voeten. Met de jongens hebben we daar boven heel stil gestaan. Ja, nee, was echt super chill. Dan mag je op een alternatieve route mag je eruit, wat ik heel leuk vind. Ik vind evacueren worden echt heel leuk. En daarna kregen we zo'n quickpass, dus dat was fantastisch. Zo stonden we met daarom. Oh, die moeten we vandaag ook nog door. Daarom gaan we naar, we gaan hierna Riverquest doen. Want daar is Mireille nog nooit in geweest. Wat was de vorige keer, Mireille? De vorige keer was ik nog onder de 1,40. Oh. Goed, nu mag ze wel. Ze redt het net. En dan daarna gaan we in de Riverquest. Oh nee, daar gingen we al. We gingen in de Riverquest. Want ja, we worden nu toch dat waarschijnlijk. En daarna gaan we opdrogen, een krepje eten en dan maar in de rij met daarom. Want het is gewoon echt heel erg druk. Met het Mireille. Ben je een beetje nat geworden? Klein beetje, maar leuk kleurverschil. Oh, mooi, mooi. Ja. Ik heb wel een regenjas aan. Ja, jij wel. Ik heb vooral, kijk, mooi, mooi. Maar moet je mijn schoenen zien? Het voelt als een zwembad. Maar goed, daarvoor hebben we ze bij. Snel naar Riverquest, want ja, nu zijn we toch wel nat. Nou. Wat zal het dit keer worden met het Russisch water roulette? Ja, deel 1 is natuurlijk al een beetje nat, dus En vorige keer kwam ik ook niet goed vanaf. Misschien is dat beter, hè? You never know. Of gewoon nog erger. We gaan er niet achter komen. Nou, top. Jullie zien het zo, hoor. Dat was makkelijker, ja. Shop, 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 shop. Ja. Ja, jij bent ook lekker natte meid. Ja. Er is keurig. Meer. Keurig, keurig. Nou, eens kijken of we onze sokken kunnen uitwringen. Ik denk het wel. Zou er ook water uitkomen? Nee. Sokken daarentegen. Dat is één. En dat is twee. Ja. Gaan we daar nou eens van zeggen? Het is een zwembad. Klein beetje maar hoor. Oh my god. Ja, lekker. Ik ga zo mijn tas ook even checken. Mijn sokken waren ook al nat, mijn reserve sokken. Maar gelukkig had ik nog andere. Minder mooi. Het zijn gewoon lange sokken. Maar ja, hè? Bij gebrek aan beter, ze zijn droog. Wat heb jij, Mireille? En wat is dat? Het zijn ook een, zoals je ziet, chocoreepjes, maar binnenin is een, crème-achtige vulling. Ja. Met een, volgens mij is het een aardbei, frambozenachtig smaakje erbij. Daantje. En je krijgt de kinderchocolade. Ja, maar die is lekker. Dan worden die echt gewoon allemaal vers gemaakt hoor, voor je neus. Niks opwarmen. Kunnen ze soms in Nederland nog wat van leren? Disneyland Parijs ook. Zeker. Ja, daar zijn de crepes inderdaad gewoon opwarmen en that's it.
Dank je, Jane. Dat is lekker. Nou, we gaan nu een tripje maken waar ik nog nooit ben geweest. We gaan naar het informatiepunt, want ik had niks met mijn camera in mijn tas gedaan met daarom. Maar niet mijn telefoon. En die voelde ik zo, hoep, tijdens de vlucht zo uit mijn jaszak, mijn binnenjaszak, lanceren. En daar was het. Ik heb gewoon de tweede lancering niet eens bewust meegemaakt. Nee, jij was echt... Ik was gewoon... Jij was in shock. Ik was in shock. Dus, maar goed, we gaan ons daar melden wat de medewerker zei. En we gaan wel zien hoe het nu loopt. Dus, ja. Jammer. Luke, hoe is het weg? Toont ze los. Nou ja, ze schermen niet, maar de achterkant heeft het goed kan zien. Maar heeft serieuze dingen en hij gaat niet meer aan. Maar ik heb hem terug. Dus vanavond een simkaartje openzetten en dan in mijn oude telefoon. En dan kunnen we in ieder geval iets. Maar ja, we kijken wel even hoe het verder gaat. Nou, trouwens moet je maar aanpakken. Want we zijn gewoon net nog een keer geweest. Maar we weten nu ook waar die gelanceerd is. Dat kon ik je net echt niet vertellen, nu wel. We weten ook waar die ongeveer terecht moet zijn gekomen. Dus daar gaan we nu even naartoe. Dit is de boosdoener. Dus hij zal hier op de brug ergens geland zijn. Op iemand. Alleen zijn schouder. Ja, de schouder. Gelukkig wel. Zo, we hebben nog even lekker gegeten bij de McDonald's vlakbij. Zeker. Het was een intense, energieke, bijzondere, niet alledaags pretparkbezoek. Ja, maar het was wel fantastisch. Het was zeker fantastisch. Altijd dit fantastisch. Dus ja, nou, ik ga naar huis crossen. Jij ook, maar ja, jij moet naar Friesland, ik naar Zeeland. Ja, klein verschilletje. Oh. Wel allebei iets. Ik ben nu 3:07. Jij? 2 uur en een beetje. Nou ja, 2,5, iets meer dan 2,5, ja. Dus ja, ik kan een heel klein stukje achter de aanrijden en daarna wordt het lekker bordjes lezen. Maar dat komt goed. Het is niet de eerste keer dat we uit vandaag Zeeland komen. Nou, ben ik toch nog heel even met een kleine update over mijn telefoon. De dag nadat we in Fantasialand zijn geweest, heb ik hem naar de reparateur gebracht. Om te kijken of ze er nog iets van konden maken. Maar ik dacht, ja, die is dood en overleden. Dat gaat hem nooit meer worden. Binnen een half uurtje kreeg ik een belletje dat mijn schermconnector losgeschoten was. Buiten omdat mijn achterkant natuurlijk helemaal kapot was. Maar dat die het weer deed. Ze wilde wel voor de zekerheid eventjes alles nakijken. Zeker gezien ook de klap die hij gemaakt heeft. Nou, na een anderhalve week van ja, we kunnen hem wel maken. En nee, het gaat misschien toch niet lukken. Heen en weer te zijn geschoven steeds. Zijn we helaas tot de conclusie gekomen dat hij toch echt dood en overleden is. Dus ja, ondertussen heb ik gelukkig wel een nieuwe. Want de nieuwe leuke foto's wil ik natuurlijk gewoon blijven kunnen maken. Maar we kunnen in ieder geval weer mooie beelden schieten voor de volgende vlog. En ik hoop je daar te zien.